Stel je voor, 1,5 miljoen ton rioolslip. Dat is wat wij ongeveer per jaar in Nederland maken. Dat is een rij vrachtauto's van Amsterdam naar Berlijn. Rioolslip is wat overblijft van de rioolwaterzuivering. Het is een vies, nat prutje wat vooral uit water bestaat. Wat we nu doen met het rioolslip is dat we het naar de afvalverbranding brengen. Niks nuttig, maar we moeten er wel heel dik voor betalen. Maar er zitten ook nuttige stoffen in. En die nuttige stoffen die kun je eruit halen met het torwasproces. Torwas is eigenlijk alleen maar een soort supersnelkookpan en daarmee verander je de chemie van het slip. Daardoor wordt het uitpersbaar. Je krijgt een perskoek, een droge perskoek, en daar maak je dit soort korreltjes van. Die korreltjes kun je gebruiken voor groene chemie of je kunt er energie mee opwekken. Helemaal CO2 neutraal. In het perswater, daar zitten de stoffen in die nuttig zijn voor de landbouw. Je denkt dat het niet kan, maar kom maar eens kijken als wij het voor elkaar hebben. Dan kun je zien dat wij van een smerige goedje wat we zelf als mens produceren, uiteindelijk alleen maar nuttige en circulaire stoffen maken. Dus ja, wie had dat gedacht? Dat je eigen wc ooit deel uit zou gaan maken van de groene chemie.